Hallo Eboué, hoe bevalt het hier bij in Estepona? Ja, lekker warm, gezellig met het team en het wordt wel serieus getraind, maar het bevalt goed. Ja, wordt serieus getraind, op wat dan? Partijtjes, conditioneel vooral, want sommige jongens lopen natuurlijk een beetje achter. Zit je vink kasten neer? Nee, grapje. Maar het wordt serieus getraind, dus het is goed. En wat verwacht jij van de tweede seizoenshelft? De eerste seizoenshelft ging niet zo als gepland. En hoe ben jij het nieuwe jaar in gegaan? Klopt, zoals je zei, we begonnen goed en daar natuurlijk een mindere periode gehad. Maar ik denk de punten tegen Willem II en Sparta waren zeer belangrijk. En het nieuwe jaar ben ik goed ingegaan. Ik wil natuurlijk laten zien wat ik kan en gewoon zorgen dat we de tweede seizoenshelft meer punten pakken dan dat we de eerste seizoenshelft deden. Oké, en dan over jou. Je bent snel gekomen bij het eerste. Hoe vond je dat je eerste seizoen vooraf ging? Ik denk het begin ging goed. Een paar goede wedstrijden gespeeld. En natuurlijk, het kan altijd beter. Ik denk ook een paar goede leermomenten. Zoals tegen PSV, NEC. Ik denk Feyenoord ook. En dat soort dingen wordt alleen maar sterker. En nu moet ik ervoor zorgen dat ik de tweede seizoen zelf... Het hele seizoen zal goed spelen. En hoe ga je dat doen? Focus, elke wedstrijd en de fouten die ik heb gemaakt, zorgen dat ik die niet meer maak. Oké, dankjewel.